We zijn op de West-Frankelandse dijk, vlakbij Zwembad Zuid. En hier komt het tweede getijdenpark van Schiedam. Ik sta hier bij de projectleider namens de gemeente Schiedam. U bent? René Alberts. Ja, wat gaat hier allemaal gebeuren? Ja, we gaan hier een getijdenpark aanleggen. Dat betekent dat we een natuurvriendelijke oever gaan aanleggen in de Wilhelminahaven. Er komt een flauwte luut. Ongeveer 20 meter gaan we naar voren met de oever en daar kan dan de natuur zich vrij ontwikkelen. En rondom Zwembad Zuid gaan we het opnieuw inrichten. Er komt een promenade vanaf de Willem de Zwijgerlaan richting de haven. Zodat je vanaf de Willem de Zwijgerlaan al zicht hebt op de haven. Er gewoon een mooie plek ontstaat waar mensen kunnen recreëren. We hebben zelfs bezoek van Rijkswaterstaat hier in Schiedam. U bent? Ja, ik ben Linda Roos Zandhagens van Rijkswaterstaat inderdaad. Ja, ja. Waar hebben we de eer aan te danken? Nou, we hebben samengewerkt met de gemeente aan dit project. Wij zijn ook medebelanghebbenden. Dit is een project wat de ecologische kwaliteit verbetert van het water. En dat past in onze doelstelling van de Europese kaderrichtlijn water. Om de waterkwaliteit hier in de Nieuwe Maas en de Nieuwe Waterweg om die op een hoger niveau te brengen. En wat er straks komt is een meer flauw taluut. Met ook ondieptes, met poeltjes waar vissen kunnen verblijven. En dan kan er veel beter getijdenwerking komen. En dat is weer goed voor de natuur. Zowel voor de vissen als ook voor de waterplanten. En dat trekt ook weer watervogels. Dus we denken echt dat hier iets moois gaat ontstaan. 5, 4, 3, 2, 1. Er worden hier ook rondleidingen gegeven. U bent van? Ik ben van Ark Natuurontwikkeling. En uw naam is? Elma Duindam. Wat is er zo bijzonder aan dit gebied? Het is bijzonder omdat hier getijden, terwijl de rivier of de zee 30 kilometer hier vandaan is, gewoon heel goed zichtbaar zijn. En als je achter mij kijkt, dan zie je nu dat het water aan het zakken is. Dat het vandaag hoger is geweest dan nu. En juist die wisselende omstandigheden, die getijdendynamiek, die maakt het hier interessant. En door de aanleg van die geleidelijk aflopende oevers krijg je dat veel beter te zien nog. En dan komen hier allemaal bijzondere planten en vissen? Dat hopen we wel. En we kunnen nog niet zeggen welke planten dat zijn, maar juist omdat het zo'n dynamische omstandigheid is, zijn er planten die speciaal daartegen kunnen, waarvan we denken dat ze wel zich hier kunnen vestigen. Zoals bijvoorbeeld een spindotter of een lenteklokje. Dat zou heel goed kunnen. En aan vissen, wat denkt u dan aan? Het is een open verbinding met zee, dus dat betekent dat zelfs trekvissen, we hopen natuurlijk op de steur en de zalm, die zowel de zee als de rivier nodig hebben om in te leven, dat die hier ook een veilige plek vinden. Dus dat bijvoorbeeld jonge vissen hier wat meer in de luwte kunnen schuilen. En dit is een heel bijzondere plek, omdat het een van de weinigen in West-Europa is die nog een open verbinding heeft. Dat klopt, ja. We hebben uit veiligheidsoverwegingen in Nederland, naar de watersnoodramp, hebben we veel grote verbindingen tussen rivier en zee afgesloten. Dat was toen natuurlijk heel begrijpelijk, maar eigenlijk is er toen niet aan gedacht wat de unieke kwaliteit is van delta natuur. Dat deze verbinding open is, is meer in het belang van de scheepvaart geweest. Maar gelukkig zijn er nu overal zo in de regio Rotterdam, komt getijdennatuur terug, zijn er steeds meer van dit soort mooie plekjes. Zoals Vijfsluizerhaven, maar ook midden in de stad Rotterdam, eiland van Brienenoord. Dat is een hele bijzondere plek waar je ook eb en vloed ziet met getijdengeulen, alles erop en eraan. Ja, is dit goed voor de jongeren, de senioren, Mieke? Ja, tuurlijk. Als dan dadelijk hier een heel mooi nieuw terras komt, want er schijnt ook een of ander terras te komen, een restaurantje. Dat is dan het idee. Hoe leuk is dat? Dan kunnen die jongeren en die senioren lekker op het terrasje, jongeren hier lekker vertoeven. Ja. Geweldig, ja, we kunnen niet wachten. Het zal wel heel mooi worden. Mooi, daar ben ik, als je ziet wat ze allemaal van plan zijn, het zal echt een aanwinst zijn voor Schiedam. Zeker. Dat wel ook. Albert, hoe vind je dat nou dat hier in je achtertuin iets moois gemaakt wordt? Nou, dat wordt heel mooi natuurlijk. Want ja, we hebben hier zelf aan meegewerkt. We hebben ook in de werkgroep gezeten. En het wordt, als het allemaal uitkomt en dadelijk ook een nieuw zwembad gebouwd wordt, is dat een schitterende plek geworden. Je zegt we, wat is we in dit geval? We bedoel ik iedereen mee, onze club. Onze club, Sobo? Nee, de bewonersvereniging, vrienden van Zwembad Zuid. Ja, het Sobo ook natuurlijk, want hier is daar ook, maar ook de gemeente en dat soort zaken.
Want die heeft ook meegewerkt aan de nieuwe plannen die hier gemaakt worden. Dus iedereen die hier aan meegewerkt, dat is weer. Dan hebben jullie dadelijk een mooi stukje. En als bewoners van deze wijk en van West hebben we een stukje mooi plekje dadelijk hier. Waar we kunnen bivakkeren. Nu is het eigenlijk midden in het industriegebied. En dan denk je van, dat staat ver van de natuur af. Kan hier zich toch natuur ontwikkelen? Hier kan zich zeker natuur ontwikkelen. We hebben natuurlijk al de Vijf Sluizen Haven ontwikkeld als getijdenpark. Als je daar nu gaat kijken, dan is dat volop begroeid en prima ontwikkeld. De eerste zeehond al gesignaleerd? Nou, nog niet, maar het zou zomaar kunnen dat hij er ooit zo ver komt dat hij ook hier de Wilhelminahaven in zwemt. De waterkwaliteit die wordt toch al het laatste jaren steeds beter. En natuurontwikkeling helpt ook weer de waterkwaliteit te verbeteren. Dus niet alleen de flora en fauna, maar ook de chemische samenstelling wordt daardoor beter. Is het de bedoeling dat de Schiedammers hier ook een duik kunnen nemen? Een duik. Ik weet persoonlijk niet of ik dat zou moeten aanraden. De Schiedammers kunnen hier in ieder geval straks lekker wandelen en recreëren en genieten. Hopelijk ook van de watervogels. Er zijn altijd veel mensen die vogelliefhebber zijn. Dus ik hoop echt dat er straks hier veel verschillende soorten te zien zijn. Ik vind het wel heel bijzonder dat iemand uit Utrecht kon vertellen hoe bijzonder Schiedam is. Ja, nou dat is omdat ARK in projecten werkt. En wij vinden het belangrijk om natuur te ontwikkelen die op eigen benen kan staan. Dus we hebben veel vertrouwen in natuurlijke processen. We zijn niet zo van het aanleggen en aanplanten. Hoogstens dat je hier dus eerst die geleidelijk aflopende oever aanlegt. En dan eens kijken wat de natuur er zelf van maakt. We hopen dat we zo meteen ook de buurt hierachter kunnen betrekken bij deze prachtige natuur. Eigenlijk er zit wel een weg tussen, maar dat ze weten dat in hun achtertuin zich eigenlijk bijzondere zoetwatergetijdennatuur ontwikkelt. Dus ze zouden bijvoorbeeld activiteiten voor schoolklassen kunnen organiseren. En we hebben ook nog best wel wat ideeën over wat er onder water allemaal nog aan de kwaliteit zou kunnen verbeteren. Dat zie je dan niet boven water, maar bijvoorbeeld als je hier een dode boom in het water zou leggen. Misschien die een deeltje boven water steekt, maar grotendeels onder water. Dan is dat een plek voor kleine schelpdiertjes en allerlei andere plantjes, filteraars die aan kunnen hechten aan zo'n dode boom. Wordt weer gegeten door van alles. En de takken die boven water uitsteken, daar kunnen meerkoeten of futen hun nest tussen bouwen. Dus dat levert ook meteen al heel veel op, zoiets simpels. Ja. We zijn te netjes geworden eigenlijk. Ik denk het wel. Juist die rommelhoekjes, daar zouden veel planten en dieren blij om zijn. En dat dode bomen in de weg liggen in een vaargul, dat is heel begrijpelijk en daar kan het niet. Maar we zijn ons er goed van bewust dat daar waar het kan en mag, dat het heel veel oplevert aan biodiversiteit. En dat zou toch mooi zijn. Is dit iets waar de gemeente belang aan hecht? Ja, de gemeente hecht hier zeker belang aan om veel meer de verbinding ook tussen de stad en de haven te maken. Zodat mensen zich veel bewuster worden van in welk havengebied we eigenlijk wonen en leven. En dat je ook gewoon een mooie plek hebt om te kunnen recreëren. Schiedam heeft maar weinig plekken waar je aan het water kan komen. Hier starten de werkzaamheden. Vandaag wordt alleen maar een informatiebord onthuld. Wanneer gaat het echt van start? Ja, we doen vandaag alleen de starthandeling en volgende week begint de aannemer met de feitelijke werkzaamheden. En dan komt er ook een bouwhek te staan en wordt het gebied afgeschermd waar we aan het werk zijn. En dan hopen we aan het eind van het jaar met de oever klaar te zijn. En dan gaan we gelijk doorpakken met het parkdeel rondom het zwembad, zodat dat begin volgend jaar klaar zal zijn. Dus lekker snel al. Ja, we proberen tempo hoog te houden. Er wordt jarenlang zit je aan de tekentafel en nu start echt de realisatie. En als we hier komend voorjaar terugkomen, dan is het klaar. Dus dat is het mooie ervan.